Iedereen kent de rockband AC/DC, maar wist je dat AC/DC ook op je oplader staat? Het staat voor wisselspanning en gelijkspanning. Wat dat betekent, leg ik zo dadelijk verder uit. Komt je elektriciteit fout uit het stopcontact? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie heeft er vandaag zijn smartphone of laptop opgeladen? U stak hiervoor het ene uiteinde van de oplader in het stopcontact en het andere uiteinde in uw smartphone. Daartussenin zat een blokje. Sommigen onder jullie noemen dit blokje misschien wel een adapter. Wij noemen dit blokje in het vakjargon een converter, omdat het wisselspanning uit het stopcontact converteert naar gelijkspanning om de batterij in uw smartphone op te laden. U vraagt zich misschien wel af waarom dat niet hetzelfde is. Waarom komt er geen gelijkspanning in plaats van wisselspanning uit het stopcontact? Is er iets mis met de elektriciteit die uit het stopcontact komt? Daar ga ik zo meteen verder op in. Maar wat is dat dan? Wisselspanning en gelijkspanning. Daarvoor gaan we eerst terug naar de basis van elektriciteit. Naar de grootheden, spanning en stroom. Stroom wordt uitgedrukt in ampère en zijn bewegende ladingen of elektronen, een van de kleine deeltjes van een atoom. In dit geval spreken we van vrije elektronen, die doorheen en tussen de atomen van een kabel of geleider lopen. Deze bewegende deeltjes noemen we stroom of elektriciteit. Stel, we sluiten deze lamp aan op deze batterij. De kabel gaat van de batterij naar de lamp en terug. Pas als deze kring gesloten is, zal er stroom vloeien. Stroom kunnen we ook vergelijken met het water dat door een waterleiding stroomt. Hoe groter de diameter van de waterleiding, hoe meer water er zal stromen. De waterdruppels in de waterleiding komen overeen met de elektronen in de kabel of geleider. Dus hoe meer stroom, hoe meer elektronen er zullen vloeien. Spanning wordt uitgedrukt in volt en is een relatief verschil. Dit is een verschil tussen twee punten, waarvan een van de twee punten vaak als nul of de grond wordt genomen. We kunnen spanning vergelijken met de regenton, die hoger wordt geplaatst. Dan gaat het water sneller stromen omdat er een grotere druk is. Dit is hetzelfde met spanning. Hoe groter de spanning, hoe meer stroom en hoe feller de lamp zal branden. Nu we de basis van spanning en stroom onder de knie hebben, gaan we terug naar de kern van de zaak. Wisselspanning en gelijkspanning. Wisselspanning wordt afgekort tot AC, naar het Engelse alternating current. En gelijkspanning wordt afgekort tot DC, naar het Engelse direct current. Bij gelijkspanning stroomt de stroom in een constante richting. Dit kunnen we zien op een grafiek. Deze grafiek toont dat de spanning en de stroom constant blijven. De batterij die ik daarnet aanhaalde, werkt op gelijkspanning. Een voorbeeld van opwekking op gelijkspanning zijn zonnepanelen. Bij wisselspanning verandert de stroom constant van richting. De spanning en de stroom zijn, zoals u op deze figuur kunt zien, afwisselend positief en negatief. Vandaar de naam wisselspanning. De spanning varieert tussen 325 volt en -325 volt en dit geeft een elektrisch gemiddelde van 230 volt. Zoals u kan zien op de figuur zal de spanning kort nul bedragen. Telkens de spanning overgaat van positief naar negatief en omgekeerd. Dit gebeurt in België 100 keer per seconde. Maar omdat dit zo snel gebeurt, is het met het blote oog niet zichtbaar en zal de lamp altijd even hard blijven branden. Een voorbeeld van opwekking op wisselspanning is een stoomcentrale. In een stoomcentrale zet de stoom een turbine in beweging. Deze turbine drijft een generator aan. Een generator bestaat uit vele windingen met in het midden een ronddraaiende magneet. Deze magneet wekt een magnetisch veld op van de Noordpool naar de Zuidpool. Telkens de magneet een halve rotatie heeft gemaakt, zal de stroom van richting veranderen. Dit gebeurt in België 50 keer per seconde of aan een frequentie van 50 hertz. Zo ontstaat dus wisselspanning. Dit is wat er vandaag uit onze stopcontacten komt. Dus we hebben een converter nodig om wisselspanning om te zetten naar gelijkspanning. Waarom is niet alles gelijkspanning? Mijn gsm werkt op gelijkspanning, dus een gelijkspanning stopcontact zou wel handig zijn.
Daarvoor moeten we terug naar de beginjaren van de elektriciteit. Eind 19e eeuw waren er twee rivalen, Edison en Tesla. Edison was een voorvechter van gelijkspanning en Tesla een voorvechter van wisselspanning. In die tijd gebeurde de opwekking voornamelijk via relatief kleine generatoren die zowel op wisselspanning als op gelijkspanning werkten. De opwekking was lokaal en dus vooral kleinschalig. En de voornaamste gebruikers in die tijd waren motoren en verlichting. Nu, voor een gloeilamp maakte het geen verschil, want deze werkte zowel op wisselspanning als op gelijkspanning. En er bestonden zowel wisselspannings- als gelijkspanningsmotoren. Deze opgewekte elektriciteit moest natuurlijk nog via een netwerk van kabels tot bij de gebruiker komen. Initieel gebruikte men daarvoor gelijkspanning, omdat dit het eenvoudigste was. De eerste installaties waren een paar honderd meter lang. Deze gelijkspanningsnetwerken bevonden zich in de Verenigde Staten, maar evengoed in onze eigen steden, zoals Antwerpen en Brussel. Gelijkspanningsnetwerken en wisselspanningsnetwerken bleven lange tijd naast elkaar bestaan, tot het beslissende moment in 1929, de economische crisis. Om het herstel te bevorderen, werden grote nieuwe investeringsprojecten opgezet, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De mogelijkheid om met wisselspanning elektriciteit over een lange afstand te transporteren op een efficiënte manier gaf de doorslag. En zo werd definitief gekozen voor wisselspanning. Dus zo won Tesla met zijn wisselspanning van Edison met zijn gelijkspanning. Waar staan we vandaag? Technologie heeft niet stilgestaan. Vandaag beschikken we over het gelijkspanningsequivalent van een transformator, een converter waarmee we de spanning voor gelijkspanning kunnen verhogen. Daarnaast hebben we naast de klassieke elektriciteitscentrales die energie opwekken op wisselspanning, ook zonnepanelen die elektriciteit opwekken op gelijkspanning. Door de toename in hernieuwbare energie hebben we ook veel meer batterijen nodig voor energieopslag. En deze batterijen werken ook op gelijkspanning. We gebruiken ook veel meer toestellen op gelijkspanning. De meest voor de hand liggende toestellen zijn je smartphone, laptop, maar ook de LED-verlichting, printer, televisie en zelfs je inductiekookplaat werkt op gelijkspanning. Momenteel zit er in elk van deze toestellen een converter ingebouwd die de wisselspanning uit het stopcontact omzet naar gelijkspanning. Het stijgend aandeel aan kleinschalige lokale opwekking die gelijkspanning levert, in combinatie met het toenemend aantal gebruikers die gelijkspanning nodig hebben, is voldoende reden om deze beter op elkaar af te stemmen en te verbinden door middel van gelijkspanning. Bij gelijkspanning hebben we enkel nog een converter nodig die de gelijkspanning van het ene spanningsniveau naar het andere spanningsniveau omzet en niet meer van wisselspanning naar gelijkspanning. Dit heeft het voordeel dat er minder onderdelen nodig zijn en er minder verliezen onderweg zijn. Nu, terug naar het voorbeeld van de smartphone. Deze wordt opgeladen door wisselspanning uit het stopcontact. Waarom komt er dan geen gelijkspanning uit het stopcontact? Dit is momenteel nog niet rendabel. Waar het wel reeds wordt toegepast, is in gebouwen waar er veel computers, liften, roltrappen, maar ook LED-verlichting is. Zo was er in 2003 al het eerste kantoorgebouw op gelijkspanning en in 2008 het eerste datacenter op gelijkspanning. In de toekomst kijkt men ook naar gelijkspanning om heel de winkelcentra van stroom te voorzien. In regio's waar voordien nog geen elektriciteitsnet was, kiest men ook voor gelijkspanning. Is er iets mis met de elektriciteit die uit je stopcontact komt? Nee. Het werkt en het is betrouwbaar en iets dat werkt, daar blijf je best af. Tegelijk is er meer reden om over te schakelen van wisselspanning naar gelijkspanning. Zo is er meer verbruik en opwekking op gelijkspanning, maar ook meer opslag in de vorm van batterijen. Voor transport van elektriciteit op hoge spanningen wordt vandaag reeds gelijkspanning gebruikt. Stilaan vindt gelijkspanning meer en meer ingang op het laagspanningsniveau. Zo evolueren we stap voor stap naar een hybride van gelijkspanning en wisselspanning.